Nick, in ieder geval van harte gefeliciteerd. Volgens mij het juiste antwoord op de misstap van vorige week. Ja, dat was natuurlijk jammer. En deze punten die waren hard nodig, zeker na vorige week. Dat is zeker waar. Vorige week was niet nodig. Nee, vorige week een 3-1 voorsprong. Daarnaast volgens mij ook niet een heel groot optreden als ik het over jou heb. Wat is daarop je reactie? Deze wedstrijd, de eerste helft, ging ook niet fantastisch. Maar de tweede helft pakte ik het weer aardig op. En als die doelpuntjes weer komen, krijg je misschien weer meer zelfvertrouwen. En dan moet het weer nog beter gaan de volgende wedstrijd. En zo gaan we verder. Nou ja, gezien jouw leeftijd mag je er op die manier nog in zitten. De ene week gaat het wel beter dan de andere week. Ja, dat is het. Maar vandaag is het natuurlijk in de toppen tegen Zwammerdam. Is het wel een heerlijk gevoel als je met 2-0 het veld afloopt en je hebt allebei de doelpunten gescoord. Ja, zeker weten. Dan gaan we zo even goed vieren. Dat was ook wel dat is ook lekker. Nee, ja, dit is maar lekker tegen Zwammerdam concurrentje. Dus het zijn belangrijke punten. Hey, en dan is het seizoen gaat een beetje zijn einde naderen en de posities gaan ook een beetje bepaald worden. Welke kans schat je zeven over in nou vandaag? Ja, we moeten gewoon voor die promotie gaan en dan die na-competitiewedstrijden gaan spelen. Dus we moeten zorgen dat we in de bovenste vier eindigen. En dan hopelijk nu Woerden moeten we even afwachten wat die gedaan hebben. Daar moeten we het een beetje Woerden, Zwammerdam, Alphense Boys. Dat zijn de concurrentjes. Volgens mij is het heel simpel, als je het gemiddelde aanhoudt, 2 doelpunten per wedstrijd, dan moet het gaan lukken. Ja, dan gaan we dat doen. Zullen we dat doen? Succes ermee. Ja, dankjewel.